Voor onze demo zijn we vandaag in Nijmegen bij Ferry. Ferry is blind, radiomaker en vlogger. En vooral dat laatste, maar ook het middelste vind ik interessant. Want ja, hoe doet hij dat precies en waarom past hij bij ons project? Ik hoor de stofzuiger al, maar dat moet ook. Hey Ferry! Hallo! Hi, hallo! Kom binnen. Ah, dankjewel. Woon je hier alleen? Ik woon alleen, ja. Tenminste, bijna alleen. Bijna. Alleen met mijn hond, woon ik hier. Ja. Ben je al je hele leven al blind? Ja en nee. Ja, ik zie mijn hele leven al slecht. Maar ik heb nog genoeg kunnen zien om bijvoorbeeld te fietsen. Een aantal jaar geleden is dat achteruit gegaan. Jeetje. Nou zie ik alleen nog licht en donker. Wat vind je eigenlijk allemaal leuk om te doen? Heel veel. Ik heb heel veel ervaring met radio en vanuit mijn studie heb ik stages gelopen. Eén keer bij Radio 2 en één keer bij Radio 4. We play bij de Talent Station samen met Rihanna, Princess of China en het is Starship. En het afgelopen jaar heb ik meegedaan aan de Talpa Radio Campus, waarbij nieuw DJ-talent wordt opgeleid. Ja, wat vind je eigenlijk zo leuk aan radio maken eigenlijk? Het denkbeeldige. Als ik op de radio een verhaal vertel, dan laat ik het beeld aan jou over. Dus ik kan vertellen, goh, ik sta op een wit strand, blauwe zee met palmbomen. Dan zie jij ook dat witte strand met die blauwe zee en die palmbomen. Maar jij ziet een ander strand dan ik. Ja. En juist omdat het jouw eigen strand is, weet ik zeker dat het net zo mooi is als bij mij. Dus die boodschap die komt, als je het goed doet tenminste, snoeihard over. En dat vind ik mooi aan radio. En je vlogt. Hey, en leuk dat je kijkt naar deze allereerste vlog. Ze zeggen toch altijd dat honden zo'n superieur richtingsgevoel hebben. Waar zijn we dan? Maar hoe dan? Want je kan toch helemaal niet zien wat je doet? Nee, dat klopt. Maar daar heb ik een paar trucjes voor. Okay. Die wil ik je op zich wel laten zien. Oh, maar als er graag. Ergens iets is waar ik een grote hekel aan heb, dan zijn het YouTubers die de hele dag binnen zitten en niks doen. Dus ik stel voor dat we lekker naar buiten gaan. Ja, dat is goed. Jane, zoek de bank. Kom. Zoek de bank. Wat ik heb, is gewoon mijn iPhone. Wat ik doe is, ik open een camera. Je opent je camera. Ik hou hem voor me. En hij roept nu al. Oh, dat geeft hij ook aan. Twee gezichten. En nu sta jij er ook bij, hoor ik. Handig. Ja, laten we een vlog opnemen. Is goed. Yo, ik zit hier met Kelvin. En Kelvin die is van het No Limits B-team. Jij hebt mij zojuist geïnterviewd. Ja. Duimpje omhoog, abonneer, like, alles. Subscribe. En dan de montage. Doe je die zelf? Ja, over het algemeen wel. En dan ga ik af op basis van het geluid. Meestal roep ik ook nog even van tevoren wat ik aan het doen ben. Of als ik bijvoorbeeld iets film waarin ik niks zeg, zeg ik, ik ben nu een boom aan het filmen. Ja. En dan in de montage haal ik het geluid eronder weg. Dus niemand hoort mij ooit meer roepen, ik ben een boom aan het filmen. Dus op die manier doe ik dat. Waarom is het voor jou belangrijk dat we deze demo maken? Nou, ik zoek werk. Ja. Dat in de eerste plaats. Nee, Ik vind het een goede zaak dat eindelijk eens mensen met een beperking in de media komen. Niet omdat ze een beperking hebben, maar omdat ze gewoon supergoed zijn in wat ze doen. Heel mooi voorbeeld. Gisteren iemand op Facebook die zei tegen mij, goh, ik vind het toch zo knap wat je allemaal doet, ondanks je beperking. Dat ik denk, oh, en als ik die beperking niet had gehad, dan vond je het allemaal echt klaar daarmee. Echt absoluut klaar daarmee. Dus ik vind het echt heel goed dat dit gebeurt. Nou, Ferry, hartstikke bedankt. Ja. Graag gedaan. En we zien elkaar in Hilversum. Dat gaat goed komen. Is helemaal top. Hey, tot snel. Tot snel. Doeg. Yo.